ik krijg weer echt enorme krampen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, tatties! Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Cesso. Ik ben René. And we got some new stuff. Woehoe! Was dat een... Was dat een triggerbord voor Mo? Was ook een free stuff. Oh nee, niet free stuff, new stuff. Dat is maar free. Zal ik eerst met het kleine pakketje beginnen, dat is leuk hoor. Het zijn natuurlijk al mijn medicijntjes. Nou ja, magnesium is niet echt medicijn natuurlijk, maar wel gezond als je het nodig hebt. Artifloor, dat is een probiotica. Dat is voor weerstand verhogende middelen. En even kijken, we hadden hier de lymphomyosot. Slijm me dood, ik weet niet wat het voor is. Reneel. Had mijn moeder ook geloof ik. En heepil. Maar het rijmt in ieder geval allemaal wel, dus dat is allemaal heel erg leuk. Jongen. Nou, hopelijk word je er beter van. Nou, dat is het voornaamste natuurlijk. Nu naar het leuke. Dus dit wordt vervolgd. Dit is wel heel erg leuk, want we hebben het er al een tijdje over dat we heel graag willen gaan streamen. En daar hebben we een nieuw, niet per se heel erg nieuw, maar wel een andere laptop voor nodig als die we hebben, want... Die we hebben heeft te weinig CPU. Voor de. Oh, hij zit wakker vast. Voor de. Mensen die niet weten wat het is. Dat heeft te maken met de rekensnelheid van de processor van de laptop. Of computer. En die hadden we gewoon echt te weinig. En deze heeft er. Zeker 3 keer zoveel. 4 keer volgens mij. Maar ja, van een. Een oude duo-core gaan we naar een quad-core en een i7 processor. Ik zet er nog iets bij verder. Maak hem eens open. Een plaatje. Handig. Even kijken, moet het met een knopje? Het zal wel. Is hier. Bam! Ja, want we hebben besloten om onze Apple te houden en gewoon eerst even met een Windows computer te gaan en te kijken hoe het allemaal werkt en als het allemaal bevalt dan gaan we gewoon de Apple vervangen voor een hele goede en betere. Ja. Dus hopelijk snel streamingsfilmpjes online. Als we daar überhaupt nog de tijd voor hebben, want hij denkt dat hij daar heel veel tijd voor heeft. Wat als deze kleine nog is. Maar tijd zal leren. En hebben we vandaag een heel leuk berichtje gekregen over een bedrijf. Nou, ik ga daar niet vertellen wat, maar, of wie. Maar die gaan een samenwerking met ons aan. Ja. Wij gaan boxen ontvangen en daarin zitten allemaal hele lekkere dingetjes. Nou ja, we moeten er iets lekkers van maken. Maar we gaan dus boxen ontvangen en die gaan we openmaken en die gaan we laten zien. En daar gaan we dan iets lekkers van bakken. Ja. Toch? Heb ik goed gezegd? Ja. Dus we gaan heel Holland Bakt in Den Haag doen. Ja. Superleuk. Dus dat is wel superleuk. Ja. Ja, we hebben er zin in. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, want ik heb niet zo heel veel gebakkerd. Je hebt er niet veel van gebakken. Ja, ik bak er... Nou, als ik iets bak, dan bak ik er wel heel veel van. Ja, klopt. Dus, meestal. Dus, er ligt er schiet me iets binnen. Oh, er ligt iets heel erg lekkers in de vriezer. Ik denk dat ik die heel eventjes uit de vriezer ga halen. Er schiet me ineens binnen. Ik heb iets heel erg lekkers gebakken. Oh. Tijdje terug. Ja. Ja. Weet het niet meer. Ja, dat was iets met een taart. Een hele lekkere karameltaart. Oh. Want ik ben nog niet te veel aangekomen. Nee joh. Nee. Ja, dat moet je niet zo doen. Oh, die vrouw van gisteren. Wow!
Dat is toch gewoon, was gewoon zielig. Dat was gewoon een vrouw en we zagen er allebei. Ze was niet eens heel dik of zo. Ik kan het ook gewoon niet eens. Maar ons oog viel er allebei op. Ze stond bij een busstation te sms'en. En dat was net zo'n warme papa. En je moest echt even een paar keer kijken. Is dat zo? Ja. Maar er zat echt gewoon hier zo'n echt gewoon zo'n onderkin. Dus alsof haar gezicht plat was met een dubbele kin. Oh, met een dubbele kin. En ze was niet eens heel dik. Nee. Dus het was echt, maar we zaten heel allebei raar. Zo van... Huh? Hoe dan? Ah, ja, het leek alsof okay. Het zou goed een carnavalsmasker geweest kunnen zijn. Het had het kunnen zijn. Ja. Ja, het was echt heel raar. Het was even een momentje. Ja. Maar goed. Dus dat allemaal. Ik hoop dat die van mij... We kunnen er niet altijd wat aan doen. Ik kan het niet eens nadoen. Nou. Maar anyway, dus we hopen jullie snel te verblijden met lekkere, leuke vlogs. Gezellige gamevlogs, bakvlogs. Babyvlogs en het gebeurt een heel hoop. Goedemorgen. We gaan vandaag de speentjes uitwassen. Ja, we gaan iets heel bijzonders koken vandaag. 15 minuutjes op het vuur, hoog vuur. En dan wordt het hartstikke lekker. Voor het kind hoop ik. Ja. Nee, wat moet je doen? Ja, wat moesten wij nog doen? Alle speentjes en flesjes pasteuriseren. Ik heb nog steeds hondenhoning aan mijn reet hangen. En René ook. Nee, terug. Die mag niet in de keuken. Want hadden we het niet gedaan. Sorry, ik ben een beetje slaperig. Het ligt er aan. Gelukkig hebben we een hele mooie grote soeppan. Kijk eens. Ah. Deze helemaal graag. Die ga ik nou afgieten. Dan hebben we nog 200 gram andere flesjes. Die zijn bacterie en microbacterie vrij. Ja. Goedenavond. Het is vandaag 16 januari. Het is inmiddels bijna 10 uur. Ja, en ik begin een beetje last te krijgen van mijn buik. Althans van mijn puik, echt van mijn muts, om zo maar te zeggen. En mijn rug. Ik ben vandaag nog even met mijn moeder naar de stad gegaan. Even leuke kleertjes gekocht nog bij de Primark. En daar werden we trouwens echt onwijs verbaasd. Want er stond een rij waar je u tegen zegt. En ineens zijn de een van de kassières van de... Je mag al komen. Dus ik werd uit de rij gehaald om sneller geholpen te kunnen worden. Dus die zag waarschijnlijk aan mij van, ik weet niet of ik dit gaat denken. Dat was echt super. Maar ik denk van rond 5:30 begon ik echt een enorme druk te krijgen in mijn heupen, bij mijn muts. En vervelende trekking in mijn rug. En dat heeft wel even aangehouden telkens. Dus toen was het weer even gestopt. En ook weer een beetje teruggekomen daarna. Dus wie weet is dit de avond. Het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat het gewoon ophoudt ineens. En dat het nog dagen kan duren. Maar... ik ga maar alvast de camera op de oplader zetten, want die zegt nu ook al dat hij bijna leeg is. En dat kunnen we niet hebben natuurlijk. Dat willen jullie wel meenemen. Maar dit is inmiddels mijn staat. En op zich vinden we het niet heel erg als die zou komen. Hij is in ieder geval heel erg wakker. Dus ik ga de laatste dingetjes doen. Just in case. Goedenacht. Morgen. Het is inmiddels 5:30. En ik moet zeggen, het was een beetje een onrustige nacht. Het zou ook wel vooral in mijn hoofd zitten natuurlijk. Het heeft allemaal niet echt doorgezet of zo. Op zich de druk wel. Maar
ja, niet echt in weeën of dat ik dacht we moeten actie ondernemen of iets. Maar ja, slecht geslapen dus. En ja, ik denk dat ik al vanaf 4:30 of zo wakker lag. Dus ik kreeg inmiddels gewoon een beetje honger. Ik ben er maar uitgegaan. En heb wat cornflakes gepakt. Was rond 1:00 of zo. Tot de kleine echt onwijs aan het bewegen was. Echt heel erg veel. En ik had het idee dat hij gewoon heel de nacht alleen maar aan het bewegen was. En op een of andere manier word je daar toch ook een beetje onzeker van. Dat je denkt van, is hij nou gewoon als een vis in het water? Of is hij echt aan het struikelen of zo? Nou, ik heb wel eens eerder aan de verloskundige gevraagd van, kan een kind ook te veel bewegen? Nou, dat schijnt dus niet echt te kunnen. Dus. Maar ja, je ligt dan toch niet lekker. En vanochtend dan voelde ik hem weer niet. Dan denk je, oh my god. Dus ja, dan ga je hem toch weer een beetje lopen uitdagen. Nou, gelukkig ging hij weer wat bewegen. Ah, oh, de onzekerheid. Hoe je me gek van, jongens. Maar ja, goed. De druk zit er nog wel. Dus ik denk dat hij misschien gewoon nog meer is ingedaald dan dat hij al deed. En dat ik daardoor die druk voel en ook in mijn rug. Oh, Reggie, die lag ook nog helemaal in slaapmodus. Gaat hij lekker, jongen? Nou, ik zit een beetje slijm vast. Ik ga even mijn cornflakes opeten en misschien dat ik dan toch weer even probeer mijn bedje in te kruipen. Nou, hele goedemorgen. Ik heb toch nog een beetje kunnen slapen, heel klein beetje. Ik heb er echt heel weinig van gemerkt. Ja, jij wel. Ik weet wel dat je me stompte in mijn gezicht. Ik moet stoppen met snurken. Niet, ik stomp jou niet. Dus we zijn nu bij de massage. Ik heb heel veel zin in. We kunnen waarschijnlijk niet heel veel filmen. Maar misschien dat we wel een beetje de winkel kunnen filmen. Want we worden namelijk tegelijkertijd gemasseerd. Dus het wordt een beetje lastig met de camera dan. Yeah, you can do everything you like, yeah? Yeah, thank you. Thank you. Zo. Oh, man. Ik voel me herboren. Mooi. Dat was letterlijk van top tot teen gewoon. Dat was... Ze heeft geen stukje over. Full body massage. Ik heb niet eens iets hoeven zeggen. Wat wil je? Ik heb last van mijn schouders en mijn nek. En mijn voeten. Oh, alles dus. Oh, alles. Ja. Oh, man. Maar echt gewoon hoofd, gezicht, tot aan de teentjes. Ja, echt heerlijk. Oh, heerlijk. En ook zo dichtbij. Ja. Ik had dit echt eerder moeten doen. Eerst een massage, ja. 40 weken. Nou, en dan hangt hier zo'n heel leuke poster. Dus ik vraag net toen jullie ook kraken. Zei, ja, ja, kom maar even zitten. Dat heb ik nog eventjes gedaan. Maar ze zei dat wij Westerse niet zo soepel zijn. Dus je moet altijd een beetje rustig aan. Ja. Nou jongens, een kleine rondleiding. Super mooie kamers. Hij wil gewoon weg. Ja. De baby staat en ze heeft het gewoon weg. She wants to be beautiful for you. Ja. Yeah. Wow, she is beautiful. Ja. Yeah. She's always beautiful. Thank you very much. Thank you. See you soon. Yeah, thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Have a nice day. You too. Enjoy. Yeah. See you next thank time. You. Yeah. Ciao. Bye. I want to go back. Ze doet ook sessies van 1,5 uur. 2,5 uur. Nou, we hebben lekker massage gehad. En we hadden bedacht om nu even naar Antwerpen te gaan. Maar dat is natuurlijk wel een eindje weg. Hallo. Hoi. Hoi.
Dus we nemen maar alle voorzorgsmaatregelen mee. Een vluchtkoffer. Dit is gewoon een generale repetitie. Ja. Ik heb alleen geen make-up en alles mee. Ja. Heb jij niet nodig? Ja, hopelijk gaat er niks gebeuren. Onderweg dan. Mag wel komen daar niet van, maar liever als we gewoon thuis zijn. Dus we gaan even naar Antwerpen iets ophalen. Even een drankje doen waarschijnlijk. En dan zien we wel of we nog langs Tilburg gaan of niet. We zijn zo weer terug. Zoals we altijd tegen de honden zeggen, we zijn zo weer terug. Ik geloof er niks meer van, maar... We zijn zo weer terug. Februari. We zijn onderweg naar de verloskundige. Ik heb eergisteren en gisteren, ik denk dat het heet voorweeën gehad. Ah, je rijdt de rood, jongen. En die waren ook niet lekker, kan ik je vertellen. We waren naar Antwerpen geweest. En ja, waarschijnlijk was ook die rit gewoon te lang. Toen voelde het wel echt van... van is dit het nou toch dan? Want zoveel zeer deed het op een gegeven moment. Maar het is zo onzeker, want je weet nou niet van... Ik heb nog nooit weeën gehad in mijn leven. Dus ja, weet je? Wat is nou een wee? Oh jee. Oh jee, oh jee. Ik heb een wee. Oh wee, oh jee. Dus ja, in ieder geval, toen ik thuis kwam ben ik lekker op de bank gaan liggen. Beentjes gestrekt. En... toen is het eigenlijk wel een beetje weggezakt. Wel nog wat steken. Voor mijn gevoel ligt echt dat hoofd gewoon al in mijn blaas. Maar ja. Hij doet een knoop. Dus we gaan naar de verloskundige. En hopelijk kan die ons wat meer vertellen. Ja. Want de 20e
zijn we uitgegaan. Ik ben benieuwd wat zij inderdaad zien. Nou ja, ze gaan... ziet van, ja, is zo ver ingedaald, het kan elk moment... gaan gebeuren. Of dat ze er nog helemaal niks uit op kunnen maken, want voorweeën kunnen wel al weken zijn. Ik vind dat een leuke auto. Maar die, ja. Maar die steken, die heb ik dus wel al eerder gehad, hè. Ik heb je toch wel eens gezegd van, ik heb soms het idee alsof hij gewoon met zijn nageltje in mijn blaas aan het steken is of zo. Ja. Nou heb ik dus gelezen dat dat ook een soort van voorweeën zijn. Dus ja, we gaan het weer even bekijken. Meestal dan doet ze gewoon de standaard dingen, bloeddruk meten, even voelen, de grootte meten. Ja, misschien kunt ze daar toch wat aan doen maken. Misschien kan ze even doorprikken of zo. Doorprikken, ja, natuurlijk. Wel mooi buiten, een mooie toeter, ja. Alles naar voren toe. Naar voren, zie je het? Ja. Nee. Ja, het is gisteren helemaal losgemasseerd door een Thaise, dus ze ligt er soepel bij. Ja, dat is super. Wel, hè? Ja. Ja, dat heb ik nergens mee. Dat is gewoon maar naar buiten. Hebben mensen altijd tegen jou gezegd, het probleem is of je verder van ons woon hoort? Ja. Tweeling. Zo, we zijn terug voor de verloskundige. Was gezellig. Ja. We waren vandaag bij Carlijn. En nou, inderdaad, hij is wel goed ingedaald. En hij beweegt goed. En het hartje was helemaal goed. En het is de bedoeling dat als die, want volgende week er nog die is, we hebben net voor mijn 41 weken zwangerschap nog een afspraak, dan gaat ze even voelen of er al iets van ontsluiting is of niet. Zo ja, dan kunnen ze eventueel gaan strippen. Want ik heb wel gezegd dat ik eigenlijk het echt inleiden wel wil uitstellen tot 42 weken. In Den Haag schijnt het namelijk al vanaf 41 weken te mogen. Dat is dus blijkbaar per gemeente verschillend. Maar ja, ik wil het wel zo natuurlijk mogelijk houden wat dat betreft. Want ja, uiteindelijk is je lichaam er dan toch nog niet klaar voor als je het gaat inleiden. En dan heb je meer kans op een kunstbevalling. En ja, dat willen we natuurlijk zo veel mogelijk proberen te vermijden. Dus we wachten weer af. Het kan zomaar dat het vanavond ineens begint, dat ik vanavond al zit te bevallen, maar het kan ook allemaal weer dagen duren. Ik denk dat het vanavond gaat. Maar als je het elke avond roept, dan heb je een keer gelijk. Hebben we een keer gelijk, hè? Goedenavond allemaal, welkom bij het nieuwe programma van Sergio en René. Eerste hulp bij ongelukken. Ja, René die heeft tanden netjes gepoetst en daarna netjes schoongemaakt met een tandenborstel. Een tandenstoker bedoel ik, zoals ja, de tandarts altijd maakt. Dat doet ze altijd heel goed, alleen dat wil ze wel eens iets te grondig doen. En het geval is nu dus dat er gewoon een stukje af is gebroken. En je daar duidelijk aan de andere kant van haar gebit kunt zien dat er een stukje uitsteekt. Dus nu moeten we eventjes heel voorzichtig. Nee, je moet wel stilstaan, Poppy. Oh. Want het is en belangrijk om goed te focussen, maar het is ook belangrijk om het stukje er even uit te halen. Dus... ja! Zo. Oh. So. De... tandjes. Echt, zo'n grote splinter loop je nog niet op als je met je blote voeten over een over de bouw gaat lopen. Elke dag weer een nieuw avontuur. Vond je dit nou een leuke vlog? Oké. Dankjewel.